deze week in de Schaakpodcast. Analyse. Een schaker analyseert altijd zijn partij. Met zijn tegenstander, maar na de hand ook nog een keer zelf. En of je nou gewonnen of verloren hebt, je leert altijd. Van je verlies leer je natuurlijk van je fouten. Maar als je gewonnen hebt, moet je ook analyseren. Dus de analyse. Je tel je zegeningen. Sta stil bij wat je, bij wat je hebt. Die manier, die manier van analyseren alles, elke partij... dat, dat leert het schaken je en dat, dat brengt veel. Hoi, leuk dat je kijkt naar de Schaakpodcast. De naam zegt het al: we gaan het hebben over schaken. Want schaken is meer dan de hobby van je opa. En het, is, het kent vele betere verhalen dan de Queen's Gambit. En de schaakmeester zelf gaan ons dat laten zien. Vandaag in de studio Hans Beum welkom. Um, Hans, uh, je bent uh, journalist. Uh, je bent uh, uh, tv-maker. Je hebt uh, uh, radioprogramma's gemaakt. Uh, je bent beter bekend als Mr. Chess. Uh, momenteel op YouTube heb je je eigen serie uh, over schaken genaamd Mr. Chess presenteert. Um, maar boven alles ben jij een schaker. Um, je draagt de titel van internationaal meester. Um, en dat is wat ik over te weten ben gekomen. Maar ik heb een, uh, een stapeltje korte vragen uh, waarop jij uh, kort antwoord mag geven om jou Beter te leren kennen als schaker. Uh, ja, ben je er klaar voor? Tuurlijk. tuurlijk. Mooi zo. Oké. Okay. Uh, eerste vraag. Wie heeft jou leren schaken? Uh, mijn ouders. Ze waren niet goed, maar ze hadden enorm veel plezier. Ouders. Hoogst behaalde schaakrating? Uh, dan denk ik aan de toernooiprestatierating. Die was in 1975. Toen zat ik in drie toernooien boven de 2600. Daar hou ik me maar aan vast. <laughs> Dierbaarste schaakherinnering? Um... Ja, dat is ook in dat, in dat jaar 1975. Toen werd ik uh, tweede achter Jan Timman in het Nederlands kampioenschap. En ik won bijna een, een, het IBM-toernooi, wat een famous um, wereldberoemd toernooi was. En ik won bijna het World Open. Dus ik won, dat is een goed schaken. Uh, ja, dat een heel goed schaken. Ja, dat daar, is ja, dus eigenlijk een mooi schaken, ja, 1975. Eens of oneens, schaken is het waard om je leven aan te wijden? Um, Nee, maar ik zou er altijd bij doen. Wat is het hoofdingrediënt van een goede schaker? Intellect of ego? Met ego kom je in, in nergens. Puur ego is, is niet veel. Het moet altijd gebaseerd zijn op, natuurlijk, op kennis en op ervaring. En, en dan pas helemaal op het einde komt ergens de beslissing, wordt dan de beslissing gebracht door ego. Maar nee, natuurlijk, het intellect gaat, gaat boven alles. Wielrennen heeft EPO, darten heeft alcohol. Wat is de doping van de schaakwereld? Ik heb geëxperimenteerd met uh, geestverruimende middelen, zoals je dat dan noemt. En zelfs tot en met uh, zelfhypnose aan toe. Maar niks helpt, want wat, wat je bij het ene wint, dat verlies je weer bij het ander. Uh, dus uiteindelijk is de doping in de schaaksport de computer. Oké, okay. um, feit of fabel. Schaakspelers doen er alles aan om hun tegenstander van de stuk te brengen. Ik denk dat dat iets is wat de, de, de pers uh, en, en de omveld graag uh, naar voren wil brengen, omdat het dan spectaculair is. Maar uh, dat, dat, dat is een fabel. fabel. Dat, dat, werkt niet. dat werkt niet. Maak de zin af. Het begint allemaal met liefde voor. Denken. Denken. Mooiste schaakpartij aller tijden. Er zijn er verschillende van. Uh, natuurlijk die partijen van uh, Kasparov tegen Topolov uit het Hoogoverschaak-toernooi. Maar als ik dan toch een, een, nog, een, nog een keuze moet maken. Veel partijen van Jan Timmons schieten me door mijn hoofd. Maar natuurlijk, dat was mijn boezemvriend. Maar als ik echt. Uh, een keuze moet maken, gaat toch mijn partij naar de eerste matchpartij... van de, van de, uh, de tweede match fischer Spassky. Toen had hij twintig jaar niet meer gespeeld, Fischer. En die allereerste partij, die, dat, die was zo mooi en zo helder. Toen dacht iedereen, hoe, hoe is het mogelijk dat hij nog kan schaken... en dan nog zo goed. Daarna stortte hij over maar dat, dat was die allereerste partij... van eigenlijk de verboden match. Dat ja. was in, 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 in een land wat in oorlog was. Maar die, dat, toen, was ik weer, toen kreeg ik weer dat oude gevoel uit 1972 terug. Die, die enorme respect en waardering voor zijn schaaktalent. De belangrijkste levensles die het schaakspel heeft: De analyse. Een schaker analyseert altijd zijn partij. Met zijn tegenstander, maar na de hand ook nog een keer zelf. En of je nou gewonnen of verloren hebt... je leert altijd. Van je verlies leer je natuurlijk van je fouten. Maar als je gewonnen hebt, moet je ook analyseren. Dus de analyse. En ik denk dat in het bedrijfsleven... en ook zelfs in, in, met je filosofisch gezien... in het, in het, in het uh, leven van de mens... dat het goed is om te analyseren. Om niet alleen je fouten... Je, je, de, de bewust van te zijn... maar ook je, je tel je zegeningen. Be, be, sta stil bij wat je... Bij wat je hebt. Die manier, die manier van analyseren. Alles. Elke partij. Dat, dat leert het schaken je. En dat, dat brengt veel. Ja. Mooi. Tegen wie, heden of verleden, zou je nog een keer een partij willen spelen? Tegen mijn vader. Want... Eh, hij leerde mij schaken. Het verhaal gaat dat ik al binnen een half jaar van hem won. En ik merkte dat hij dat niet leuk vond. En ik zou nu graag weer eens met hem willen spelen. En dan zou ik de partij naar de remise toe uh, leiden. Ja, dat ja. is een uh, mooie mooi streep, Mooi. Dankjewel. Um, Mero, over, over, over je vader leerde jou de schaken. Heb, heb je daar... Is daar de liefde voor Schaken begonnen? De potjes samen met je vader? Ja, ik was een jaar of drie, vier. En ik zat te kijken. Mijn ouders hadden het niet breed. Dat was natuurlijk die naoorlogse tijd. Ik ben geboren in 1950. Uh, mijn vader was zangleraar aan het conservatorium. Maar er was natuurlijk wel weinig werk. Want ja, wie wilde nou zingen als, als er geen geld is? Ja. Um, en, maar in hun, in hun verpozing in de avonduren. Nou, mijn vader nam een sigaartje en mijn moeder een glas wijn. En dan zaten ze te schaken. En ik zat er als klein kindje bij. En ik zag zo'n heel ja, sprookje voor mij zich ontrollen. En met koningen en koninginnen, en paarden en torens En al die dingen. En dat door elkaar heen. En als ze dan een slimme zet dachten te doen, een van mijn ouders de knipoogden ze naar mij of zo van ze die het zien ze gaven ook van alles weg tijdens de partij maar dat maakte niet uit want de ander deed dat ook ja. dus dat was een avontuur en een uh, dus afgezien van het van het uh, de puzzel die het je geeft de intelligente puzzel was het ook nog eens een keer dat hele sprookjesachtige wat dat spel is. Het had iets magisch. Ja, het had oh, iets magisch ja. en dat, daar werd ik door getrokken. En dat ja. uh, vond ik heel mooi. En is dat altijd gebleven, dat magische van, van schaken? Uh, dat jou? is de, een beetje afgegaan sinds de computer uh, zeg maar zijn intrede heeft gedaan en eigenlijk nu leidend is in, uh, ja. uh, voor de profschakers. En sowieso in het schaken ja. uh, is de magie er uh, vanaf gehaald. Uh, helaas. Ja. En zit je puur nog maar naar uh, ja, de beste zitten kijken, dat is ook het, het commentaar van Bobby Fischer, jouw grote held, geloof ik. Uh, op het schaken, toch dat, dat dat sinds de komst van de computer is, het een uh, ja, memory spel bijna. Nou, Dan, dat is uh, het, het, wordt verschoven. Ja. Je kunt nu je veel beter voorbereiden. Dus vroeger begonnen partijen, laten we zeggen, zet 15 of zo, en nu zitten ze al veel verder op zet 25. Of hij die afgelopen kandidaten toernooi won. Uh, uh, Fabiano Caruana, een partij van uh, Maxime Vachier-Lagrave, en dat was met met stukoffers en en, en en het liep heel ver door tot ik denk zelfs set 25 en toen wist hij het nog. Ze beginnen met 1 uur en 40 minuten en krijgen 30 seconden per zet erbij als bonus. En na die 25 zetten had uh, Caruana meer tijd dan waarmee die begon. Het is tijd gewonnen door te zetten. En, uh, allemaal dat, en dat was allemaal voorbereiding. Ja. En daar, als je daarin terecht komt in zijn voorbereiding, dat is tegenwoordig de val waar je. Hè, dus ja. te, dat de tegenstander zich precies weet voor te bereiden. Daar is het ook goed om een breed repertoire te hebben, een breed openingsrepertoire, dat moeilijker wordt om je voor te bereiden. Maar dat soort aspecten beginnen nu een rol te spelen. En dat, is, dat doet natuurlijk een beetje afbreuk aan het, aan het romantische. Maar ja, misschien is dat wel uh, de, de hedendaagse zakelijke. Computer, uh, computertijdperk. Hè. Dat ja. zou best kunnen. Dat, nou ja, oké. Okay, maar goed, dan, daarmee raakte voor mij in ieder geval de magie uh, wat, uh, wat naar de achtergrond. Ja, en uh, je zei net dat je uh, geëxperimenteerd met geestverruimende middelen. Uh, hoe, hoe was dat? Heb ik zelf nog nooit gedaan met het schaken. Is dat nou ja, aan te raden? Het heet niet voor niks. Nou, sowieso is het aan te raden. Omdat het gewoon leuk is om, om ja. eens een keer iets anders te, te bedenken. Brengt de magie maar, wel terug. Uh, 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 ja, zeker. Nee, ik probeerde toen gewoon geestverruimend. Het, het, het woord zegt het toch, zou je zeggen. Nou, Oké, dan rookt hij een joint. hè, dus soft softdrugs. En dan ging je lekker een partij spelen. En dan had je alle handen gedachten. Maar dan zat je op een gegeven moment naar zo'n paardje te kijken. En dan dacht je: wat heeft hij toch een mooie kopie En dan die oogjes zo. En die manen. En dan helemaal dat bekje zo uitge uitgegraveerd. Hè. Ik heb nou zo'n prachtig paardje in mijn hand. En dan die hals en die manen. En dan keek je eens naar je klok. Was je half uur verder? <laughs> en dan denk je: maar had ja, je niet had het wel naar je zien. Maar ja. je schoot het gooit gewoon niet op. En ja. als je bijvoorbeeld dingen neemt als uh, speed. Hè, dus uh, metadrine. Dan, uh, ja, dan, dan krijg je een enorme uh, zetlust. Je, je wil iets doen, dus je bent enorm. Maar je hebt juist stellingen waarbij je je rust moet bewaren, op je handen moet zitten. Dus dat is tegenstrijdig. Ja. Dus al die, die drugs, die hebben wel een positieve effecten aan de ene kant. Maar het schaken is een, is een, ja, een spel van Communatie. soms, snel, en soms dit. Je Moet je tijd in de gaten houden, je tegenstander. En dan ga je het op een gegeven moment ga je achterlopen in iets anders. Ja. Dus het heeft geen zin om. Uh, ik ken geen druk die uh, alles in zich heeft. Nee. Nee, hey, dank je. Um, ja, we gaan het nu hebben over, over de basis van het schaakspel. Want het is, uh, het is aflevering 1. En, en we willen mensen een, een idee geven van. wat is schaak? Waar komt het vandaan? Wat, wat zijn de onderdelen? Wat, wat zijn de, de stukken? Uh, en, uh, en, en wat doen die? En. Uh, uh, ja, kan, kan jij daar iets over vertellen? Ja, ik begon in 2010 met een serie uh, boeken over uh, de schaakstukken. Nou, je hebt zes schaakstukken. En ik, heb het ook, uh, ik deed het samen met een, een, een grootmeester in de studiecompositie, Jochanan Afek. Uh, en we hebben elk jaar één boek gemaakt. We begonnen met de pion. En toen de toren, paardloper, uh, koning, koningin... Uh, en uh, het heeft dus, na zes jaar was ik met de serie klaar. En, geduurd, en we lieten per boek zien de aanvallende mogelijkheden en de verdedigende mogelijkheden. Maar dat niet alleen. Ik ben ook de geschiedenis per stuk ingedoken. D dit is uh, iets dat, dat fascineert mij. En. Uh, als je dan. Eh, ik zal niet alle stukken eh, langslopen. Maar bijvoorbeeld één stuk. wat, wat mij. Eh, wat, 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 me, wat ook bijzonder is in zijn, in zijn ontwikkeling. Dat is De Koningin, De Dame. Want die bestond helemaal niet. in het, in het begin van het schaakspel. De directe voorloper van, het schaak, van ons huidige schaakspel. was Chaturanga. Dat ja. werd gespeeld tussen het jaar 0 en het jaar 500. Ergens in India, en, geloof ik, hè? Dat, dat, ja. ja. En. Toen bestond er helemaal geen. Dat speelden ze met vier spelers. Aan vier kanten. En het koninginstuk, het damestuk, bestond niet. Het was er niet. Toen hebben ze op een gegeven moment twee legers samengevoegd. Ook om een soort versnelling te maken. Ja, maar je had dus gewoon combis toen daarvoor. In het Chaturanga-tijdperk. speelde de vier, drie tegen één. Of twee tegen twee. Of één tegen. Dat, dat moesten ze zelf maar uitzoeken. Um, en toen. Um, Eigenlijk pas later, toen, het, toen hebben ze de twee legers samengevoegd en toen had je natuurlijk twee koningen. Ja, dat kon niet. Dus toen hebben ze van die ene koning, ene koning, van dat ene stuk naast die koning, hebben ze de generaal gemaakt. En de generaal was een heel slap stuk, heel zwak stuk. Kom maar, uh, twee vakjes. En uh, toen de vrouw uh, uh, meer opkwam in de maatschappij, dus de emancipatie van de vrouw, dat je toen je keizerinnen kreeg en koninginnen. Toen kwam het schaakstuk, dus pas in 1500. Toen werd dus de generaal de koningin. En maar je had een bepaalde periode tussen 1400 en 1500, dat in het ene land had je de generaal een zwak stuk, in het andere land een koningin. Als het sterkste stuk. Dus je, je, had, je had een soort een tweeslachtig stuk. En hebben ze dus in 1500 ongeveer een einde aan gemaakt. Toen zeiden ze: ja, zo kunnen we geen toernooien spelen, want nee. dan hebben we geen internationale. We moeten nu regels gaan maken. Ja. En pannast vanaf, pannast vanaf 1500 is de koningin, de dame, uh, als schaakstuk. Uh, dus we kunnen zeggen: definitief. de eerste feministische golf was op het schaakbord. Nou, ja, alles symboliseert iets, elk ja. stuk. Elk stuk heeft dus zijn eigen herkomst. En staat eigenlijk symbool voor, in het begin, voor een, een, iets op het slagveld. De pionnen waren de voedsoldaten. En de toren was de, de strijdwagen en zo. En later, toen het spel meer maatschappelijke relevantie kreeg. een hoofdspel werd, dan praat je over de vroege middeleeuwen. Toen uh, werd de, toen werden al die stukken, die werd het de, de raadsheer. De loper was vroeger de olifant. Het was een, een prachtig uh, een heel, en ze speel. Als je een oorlog stuk, ging voeren. Ja. kwamen ze met 3000 olifanten ja. aan. Hè, in die tijd. Nou, Dan ging, uh, ging, ja, ging ja. de boel wel plat natuurlijk. Dus daar staat de loper voor. En na de hand werd dat de raadsheer. Nou, en, en zo hebben al die stukken. En dat is natuurlijk interessant. Het paard is nooit veranderd. Het is altijd de cavalerie geweest. En de koning is nooit veranderd. Ook niet van choreografie. De koning is altijd uh, één, één stapje. Dat is namelijk een waardig stuk. Ja. Hij is wel het belangrijkste stuk. Maar hij kan niet veel. Maar hij kan niet veel. Ja. Nou, maar omdat zin... hij, als andere stukken moeten voor hem werken, ja. die moeten voor hem oorlog voeren. Ja. Nou, en zo is het, is het mooi om je dat te realiseren als je aan het spelen bent. Omdat die, de hele ontwikkeling van zo'n spel. Dat is ja. Toch prachtig. Ja. 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 ja, dat vind ik ook. En, en uh, je ziet het ook in, in, in dat, uh, wat ze kunnen. Dus, dus naast dat ze iets symboliseren, de, 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 de low of the, the pionnen. Ja, dat, dat zijn gewoon de, de voetsoldaten. Ja. Die, die kunnen één stap naar voren en in het begin misschien twee stappen. En die hebben natuurlijk wel een soort het geheime wapen in zich: dat als ze de overkant halen. Dat ze dan. Ja, daar hebben de monniken. Er zijn erg veel, is erg veel bewaard gebleven in manuscripten van monniken, die, waar die het spel ook speelden. En er zijn bijvoorbeeld het Einsiedelmanuscript, manuscript, dat, is, dat stamt uit 950, is nog steeds ligt in een museum ergens in de Zwitserland. En daarin wordt ook het schaakspel beschreven. Um, en daarin worden. De, de Pion kon in die tijd overigens maar één uh, veld per keer. En ook die dat hij in, in, het de, begin eerste, in je de eerste? Ja, zeker. En pas die twee zetten, waar jij nu op doelt. Dus de keuze tussen één of twee velden. Voor een pion in de beginstelling. Is ook later gekomen, is ook een versnelling van het spel geweest. Dus het, dat is ook niet zo geweest. En het feit dat als hij aan de overkant komt, dat hij dan kan promoveren. Daar hebben die geestelijke iets van gemaakt. van dat de, mens, de mens en de goden. Heeft een potentie. He? Dat heeft om, het, ja, uh, heeft uh, het in uh, zich. Je uh, kunt als dubbeltje uh, kun je wel een kwartje worden. Yeah. Je kunt, dus er zit ook een, een filosofie achter. Yeah. Dus, uh, dat is wel mooi. Tuurlijk, is dat, ja. mooi. Tuurlijk is dat mooi. Ja. En, en uh, om ze even af te lopen. De pion is dus, dus één stap. En in de beginstelling kan die twee stappen. De loper gaat altijd schuin. Die, kan, die, die begint de loper, op een, Ja, die, dat was in het begin ook trouwens toen het nog een olifantstuk was. Ook een zwak stuk. Toen ging die naar, uh, mocht hij maar een sprongetje maken van twee velden diagonaal. Dus in de hoekvelden kon hij bijvoorbeeld niet komen. Uh, dus in feite een, een zwak stuk, omdat die olifant was. Na de hand toen de loper meer een, een, een raadsheer werd en een wijze. en, en aan, aan het hof ook de koning adviseerde. toen hebben ze dat stuk, nogmaals, dat was dus in de vroege middeleeuwen. nu praat je over het jaar duizend. Uh, kon het over de hele diagonaal en werd het een loper. Daarvoor heet het in, in het Duits ook looifer en wij noemen het ook loper. Ja. Maar in het Engels is de loper bishop. Bishop, Ja. 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 Uh, je kunt ook vaak aan de benamingen van de stukken zien... Waar ze, waar ze vandaan kwamen en wat ze gedaan hebben. Als je de toren bijvoorbeeld neemt. De toren was dus eerst in, in oorsprong... stond symbool voor de... Uh, de, de strijdwagen. De nee. strijdwagen. Nou, die heeft natuurlijk die sterk vooruit. Ja. Hè? En, en zwak in de flanken. Maar toen het spel naar uh, uh, waterrijke gebieden kwam... onder andere in Rusland... Dus dan praat je al vanuit India, dan ben je, zit je al een paar mm -hmm. honderd jaar later. Toen uh, hebben ze de boot daar, uh, de toren genoemd, Boot, Ladja. Dus de, de, de toren nu nog steeds heet in het, in het Russisch Ladja. En dat is boot, en die heeft hetzelfde. Die is sterk vooruit, die doorklieft het water, maar in zijn flanken is, is die zwak. Ja, is die zwak. Ja, ja. En, ja. uh, grappig ook om, om te weten waar die namen vandaan komen ik, ik, ik leerde onlangs pas dat schaak mat, dat uh, schaak van shah ja. komt, wat Iraans of Persisch eigenlijk ja. is voor uh, de shah van Iran, kennen ja. we vroeger natuurlijk dus de koning van ja. uh, uh, dus de shah is, is, is koning en, en mat is dan uh, is gevallen of, ja. of is dood in het, uh, in het Persisch ja wat schaakmat niet anders betekent dan de koning is gevallen. Nou, ja. dat, is wel nou ja, dat is ook zoiets moois. Kijk, de koning mag niet geslagen worden in het spel. Dat, heeft ook een, dat staat ook symbool voor vroeger. Als die twee rijken tegen elkaar aan het vechten waren, dan vermoorden ze iedereen. Behalve de koning. Ja. Die koning hadden onderling afgesproken. Om je luisteren. Uh, we laten elkaar leven. He, wat we dat nou afspreken. Ja, dus of ik nou, of ik nou win of verlies, dat doen we wel. Dus ze werden verbannen naar een eilandje. Of ze mochten in een, in een of andere kasteel blijven met hun hofhouding. Maar dan moesten ze daar wel. Eigenlijk zaten ze gevangen. Ja. Maar niet vermoorden. Nou, dat, daar, daarover slaan wij de koning niet. Dus als de koning niet meer kan ontsnappen aan een dreigende aanval. dan geef je op. Ja. Maar je slaat hem niet. Dus dat is ook zoiets, dat is ook een, een, een mooi verschil. En staat ook symbool voor die oude afspraken van koningen onder mekaar. Ja. Ja, ja, er zit meer laag in dan je op het eerste gezicht wellicht ja. denkt, inderdaad. Bijzonder. Um, dankjewel. Ik denk dat het een hele mooie introductieles is, uh, waar... Uh... Waar iedereen uh, uh, ja, mee door kan. Um, en we hebben nog een tweede les, als het ware. Een, een verhaal. Um, en ik heb jou, ik, ik heb jou uh, gezien bij de Wereldwijd Door een aantal jaar geleden. En toen had je het over Fischer. Um, en toen bracht je als het ware een ode aan Fischer. Dat uh, vond ik heel bijzonder. Zeker om voor de mensen thuis naar te kijken. Um, en dit is natuurlijk deels georganiseerd vanuit het Max Eeuwen Centrum. En, uh, Max Eeuwen was de enige wereldkampioen die Nederland ooit heeft gekend. Uh, we schaken nu op het bord waarop hij wereldkampioen is geworden. Dus ik, ik, ik had jou gevraagd: wil jij mij nou eens vertellen? Wie, wie was Max Euwen? Uh, jij hebt hem gekend. Ja. En um, wat voor man was dat? En wat heeft hij voor schaken en, en schaken in Nederland betekend? Ja, we zijn allemaal schatplichtig. Uh, de huidige uh, top uh, in, in Nederland en al vele jaren aan Max Euwe. Uh, iedere sport uh, heeft een koryfée nodig om op te bloeien. En uh, door Verstappen krijgen we een, een, een circuit in Zandvoort. En door Van Barneveld uh, bloeit gewoon de, de darts uh, wereld op. En door Hogeband en Inge de Bruin krijg je stadions met, met zwemmen. En ga zomaar door. Kraai je het zeker. De kruifkoortjes. Ja. Maar je hebt iemand nodig die plotseling ineens van wereldklasse is. En dan komt de pers erop af. En als de pers erop af komt, komen de sponsors. En dan gaan de dingen mogelijk worden. Nou, zo heb je dus iemand nodig die dat, die dat kan dragen en die dat is. En dat was Euwe in 1935. Eigenlijk al ietsje daarvoor, vanaf 1930 was het al duidelijk... dat hij een wereldkampioenskandidaat was. Hij was echt van, van die allure, van die kracht. Dat was ongekend in het kleine Nederland. Toen hij eenmaal die match ging spelen met Alexander Ajechim, een Rus... en Rusland is altijd uh, schaakland nummer 1 geweest... Ja, op papier waren de kansen uh, klein. Maar Euwe won terecht die match. En toen brak er een soort schaakkoorts door in, 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 in Nederland. Een beetje wat we nu en, zien met de uh, Queen's Gambit? Is dat vergelijkbaar? Nee, absoluut niet vergelijkbaar. Nee, 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 nee. nee. Dat, is, dat, is een, 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 dat zijn allemaal impulsen. Tuurlijk, ja. impulsen zijn heel belangrijk. Maar dit was van een, van een grotere orde. Dit was een, een, een tsunami die uh, nog heel. <laughs> Want die schaakkoorts die is heel lang gebleven. Hè? Dus om te beginnen, heel veel verenigingen zullen tussen 2030 en 2040 100 jaar bestaan. De, allemaal schaakverenigingen bloeiden op in Nederland. Elke zichzelf uh, respecterende krant begon met een schaakrubriek. Dus zo moet je dat zien. Dus het is een, een enorme opleving in zijn totaliteit van zo'n kleine sport. En die schaakorts hield stand, dus door de oorlog heen. En als je dan een klein sprongetje maakt naar 1972. Dan uh, krijg je om te beginnen die fantastische match tussen Spassky en Fische, wat, wat in de koude oorlog was tussen een Amerikaan en een Rus. Nou, je, je, je begrijpt wel, ik was daarbij, maar je begrijpt wel wat een, wat een spanning dat was. En de, 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 de ministers van buitenlandse zaken, Henry Kissinger bijvoorbeeld, die bemoeiden zich ermee. Die belden op en Brezhnev vanuit Rusland. Die, die, dus ze probeerden dat, die, die schaakwedstrijd uh, symbool te maken tot, tot wat is nou... Uh, Welk systeem is het beste? Het ja. kapitalistische systeem of het communistische systeem? Nou, dus dat was een fantastische mens. Alleen Fischer liep weg naar twee partijen. Want die was het niet eens met de organisatie. Was wel vaker niet eens met, met dingen, maar toen ook. En die mensen dreigden gewoon in te, in te floppen. En Euwe die was voorzitter geworden van de want in 1970. Dus die heeft als, met zijn diplomatieke eigenschappen... en, en, en ook zijn, zijn vriendschap voor al die scha met die beide schakers... zowel Boris Spassky als, als Bobby Fischer... Maar ook met zijn autoriteit als ex-wereldkampioen. Hij kon dat weer sussen, hij kon dat bij elkaar. Hebben. Toen is hij met z'n toch doorgegaan uiteindelijk. En dat was ook weer een enorme opleving. En dan hadden we ook nog eens een keer in 1972... een opvolger van Max Euwe, namelijk Jan Timman... Want die begon ook tegen de wereldtop aan te, te hikken. En in 1980 stond hij ook op de tweede plaats van de wereldranglijst. Achter Karpov. En hij heeft ook een match gespeeld met Karpov. Om de wereldtitel in 1993. Dus die schakorts die in 1935 of, of 1930 begon. Die is helemaal doorgelopen tot ongeveer het jaar 2000. Uh, en, en nu krijg je weer af en toe kleine oplevingen Fils, met die ja. prachtige, met zo'n film en ook ja. met die mooie resultaten van, van Jordan van Foreest en en Anis Kiri in het in ondanks in het Maar dat begint allemaal bij Max. Begint allemaal bij Max. Die, die uh, he, de, 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 nog een voorbeeld. In de 70 er 80 er jaren hadden wij wel zes toernooien van wereldklasse. He, dat was dus, je had uh, Interpolis, Ora, Gasunie, uh, VSB. Allemaal in Nederland. Allemaal in Nederland. En dit als crème de la crème, een puntje op de slagroomtaart, en natuurlijk het hoogoverschaaktoernooi, het huidige Tata Steel -toernooi. Ja. En, en Karpov heeft wel eens tegen mij gezegd: jongen, uh, die, uh, uh, het schakelend Rusland zijn wij zijn jaloers op jullie. Jullie hebben jullie 6, 7, toernooi, maar 1 of twee hebben we per jaar. Jullie hebben zeven in het landje. Allemaal door euwen. Ja. En dan vergeet en, ik er nog een heleboel hè? Want ik bedoel, dan heb ik nog heel veel open toernooien en, 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 Met excuses voor alle toernooien die ik vergeet Maar bij de toernooien waar ik dan bij betrokken was eh, dat, dat, dat was absoluut wereldtop En hij en, 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 uh, was een fantastische schaker Want hij werd, werd wereldkampioen Maar wat was Max Eeuw voor persoon? Want Jij kende hem ook persoonlijk Heel methodisch dus. Dus. Heel methodisch die liet geen, geen uh, moment verloren gaan. Ja, ja ik, je, ik heb zijn uh, biografie gelezen, uh, of tenminste, nee, ik heb, ik heb het boek van Genna Sassonko gelezen ja. over Max Ewe. en daarin staat dat hij zelfs in de uh, koets naar ja, zijn ja. trouwreie nog aan ja, ja, het. Uh... Ja, ja, ja. Nou ja, ik heb met hem competitie gespeeld, dan haalde ik hem altijd op. Hij woonde toen in Amstelveen, en dan weer of geen weer stond hij buiten te wachten. Zei, ik, ik, vak, ik heb zijn vakdemon gezegd, Max, ik mocht Max zeggen. Uh, maar ik zei, doe dat nou niet. Ik bel wel gewoon aan. Ik kom met de auto. Ik kan dat niet precies, uh, uh, precies weten of ik nou op tien minuten de voortien. minuten. ik vind het vervelend als jij daar als tachtig als, als, <laughs> jaar ja. een beetje in die regen zat te wachten. Nee, zei hij. Nee, nee. Dat, dat wilde hij niet. Hij wilde mij niet laten wachten als ik hem al kwam ophalen. Maar zo zoiets. Ja. En hij had allemaal van dat soort dingen. Ik heb hem ook wel al eens uh, als we dan gewonnen hadden meteen. We wonnen erg veel in die tijd. We zijn met volmak Rotterdam toen wel 17 uh, keer kampioen van Nederland geweest als schaakvereniging. Dat was ook bij betrokken. Um, nou, nou als we dan uh, iets te vieren hadden, dan bood ik hem wel eens wat te drinken aan. Zeg, uh, mag zo je drinken? Nee. En zeiden, ja, doe mij maar water. Nou, ik kom uit Rotterdam, dus water dat gingen wij niet voor iemand halen. Hij zei, ja, dat, dat is geen drankje, dat moet je maar zelf gaan. Ja. Ik zeg, ik mag, mag, mag het ook een ja. witte wijn zijn of zoiets? Ja. Nou. Nou vooruit dan, maar mag er wel, dan wel een water erbij? En toen heb ik, ik heb nog nooit iemand letterlijk water bij de wijn zien doen. Maar dat heeft hij toen gedaan. Hij vond het lullig voor mij om die wijn niet te accepteren. Maar, maar hij had wilde toch niet het water. Erbij. Ja, ja. Mooi. Ja, fantastisch. Uh, ik denk een hele mooie introductie: in, in zowel het Schaakspel als, uh, als in uh, Max Eeuwen. Uh, dan heb ik nog een laatste vraag. En dat is: wat is jouw bindend advies voor mensen die nu de uh, Queen's Gambit hebben gezien... en voor het eerst de stap op het schaakbord gaan zetten. Wat, 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 wat zijn... een, een regel om, om, om bij te leven? Nou ja, ik doe... Uh, tegenwoordig uh, wel een symposia... met professor Scherder. En die herhaalt ook elke keer... Uh, dat... Uh, uh, ja, het, het advies. Door te schaken leer je spelende spelenderwijs uh, eigenschappen aan. Als concentratie, als doordenken, als uh, rekenen. Het is voor kinderen ook heel goed op scholen. Je zult zien dat kinderen die schaken hebben ook betere schoolprestaties. Dus op andere, in andere vakken. En dat is de waarde daarvan. Je, je, je moet zitten, je moet denken. Het is ook heel goed tegen ouderdom. Hij zegt dat je de, de Alzheimer een jaar of vijf achteruit schuift. Zegt professor Scherder. Ja, ja, ja. hey, en ik herhaal hem ja, gewoon. Ja, ja, ja. Ik ben, en, en ik kan me ook levendig voorstellen. Mijn moeder is 98 geworden. Heeft haar leven lang geschaakt En was nog uh, haar meer. lichaam was op. Maar ze was nog glasheld. Ze was de enige die de krant las in het bejaardencentrum. En, en die wilde ook graag altijd spelletjes ja. doen. Tot op hoge leeftijd. Dus de waarde van het schaken... Zit hem in dat soort eigenschappen. Niet één op één. Je gaat door te schaken niet beter de wiskunde doen. Maar je gaat door te schaken wel je, jezelf. Je wil verbeteren. Dus je, als je een partij gespeeld hebt. is het normaal dat je gaat kijken. waar heb ik het fout gedaan? Die manier van iets onderzoeken. en op die manier kijken naar dingen. het analyseren. Uh, het, het, het zitten en vooruitdenken van mogelijkheden het denken in stappen, het rekening houden met de tijd, hè? dus, dus uh, time management yeah. wat je dus in het zakenleven ook heel vaak hebt dat, soort, dat zijn de dingen die je aanleert. Dus ja. ik kan iedereen aanraden. En daar, daarbuiten is het nog eens een keer. Dat je een hele grote vrienden scharen ontmoet. Want je kunt via de computer dus, dus, dus de hele wereld. Uh... Resumerend het binnenadvies is. Ga gewoon schaken. Punt. Ja, ja, het hoeft helemaal niet goed te zijn. Nee. Net zoals mijn ouders. Die hadden ja. verschrikkelijk veel plezier ik... erin. En ze, en ze konden het niet goed. Nee. Heel mooi. Dankjewel. Dankjewel. En uh, ja, dankjewel voor het, uh, voor het luisteren naar uh, de eerste aflevering van de Schaakpodcast. Uh, volgende week zitten we hier weer en dan hebben we Nick Schilder uh, te gast. En we gaan het hebben over de basisstrategie. Dus tot volgende week. Hé, hey, je moet nog abonneren. Of liken. Of delen met je vrienden. Of doe het allemaal. Doe het allemaal.